Welkom Ram, Leeuw en Boogschutter bij jouw kaartlegging thema van betekenis voor jou. We gaan hierbij 5 tarotkaarten erbij nemen om een eerste idee te krijgen van welk thema voor jou in de komende periode van belang zou kunnen zijn. Vier van munten, de zegenwagen, 3 van munten, 9 van munten en de geliefde. Ik denk dat hier over een financieel succes in eerste instantie gaat gaan, omdat er heel veel muntenkaarten liggen. Bij deze kaart mag jij je afvragen of dat er iets is waar jij je krampachtig aan vasthoudt. En je mag je aan dingen vasthouden, hè, want de mens heeft houvast nodig in zijn of haar leven. Op zich is daar niks mis mee, maar het is het krampachtige vasthouden dat een probleem zou kunnen zijn. Dus dat is iets wat je hier mag onderzoeken. Het andere dat hiermee te maken kan hebben, is dat je eventueel solo slim wil spelen. En dat je erop staat om een bepaalde opdracht of een bepaalde uitdaging, wat dan ook, een bepaalde taak, om die helemaal in jouw eentje uit te voeren. En je houdt je daar krampachtig aan vast dat je dat echt wel alleen gaat doen. Nu, die stad die hierachter getekend is, die staat ook symbool voor het feit dat jij mag samenwerken met andere mensen. Een stad die bouw je niet alleen. Een stad die kan maar ontstaan doordat er veel handen helpen. Dus dat is ook iets waar je eventueel over mag nadenken. Of dat er een bepaalde taak is of een bepaalde verantwoordelijkheid in jouw leven waar dat jij krampachtig aan vasthoudt, waarvan dat jij zoiets hebt van ja, maar ik en ik alleen moet dat doen. Stel je er eens voor open en bekijk het eens van ja, maar zou ik eventueel niet kunnen samenwerken met andere mensen? Dat is hier een mogelijkheid. En dan hebben we hier de zegenwagen, dus je gaat hier absoluut succes gaan hebben. En dat wordt nog eens bevestigd met die 9 van munten. En dat kan dan ook nog eens niet alleen op financieel gebied zijn, maar ook op gebied van de liefde. Met die zegenwagen weet je heel goed wat jouw doel is. En je gaat daar ook alles in het werk stellen om daar op af te gaan. Hier heb je weer de stad hierachter, hè? Dus misschien even toch hiermee te maken dat jij door samen te werken, door die keuze te maken, door het niet helemaal alleen te doen, dat dat net jouw zegen gaat zijn. En dan denk ik, om de volgende kaart erbij te nemen, ga jij het nodige respect krijgen van andere mensen. Dit ben jij. Jij bent hier aan het werk, je bent dat werk aan het uitvoeren en deze personen die kijken letterlijk naar jou op, want je staat hier op een verhoogje en zij erkennen jouw kwaliteiten en jouw talenten. Zij herkennen dat succes dat jij behaalt. Zij erkennen dat, ook al heb jij samengewerkt met andere mensen, toch krijg jij die herkenning hiervoor. Wat dat dan weer vervolgens ertoe kan leiden, dat je inderdaad een onafhankelijk, voldaan leven kan leiden. Nu, jij weet ook, jij bent hier niet zomaar gekomen in deze succesvolle situatie. Je hebt daarvoor moeten werken. Je hebt daarvoor inspanningen moeten voor leveren. En jij weet dat ook en jij beseft dat ook. Dus jij gaat op een eerbiedige manier om met die
goede situatie waarin dat jij door het harde werken terecht bent gekomen. En dan hebben we hier de kaart van de geliefden, hè. Doordat je hier in die luxueuze, aangename situatie jou bevindt, zou het wel eens kunnen zijn dat jij de liefde van jouw leven nog tegenkomt. Of dat de liefde tussen jullie beiden, als je reeds een partner hebt of een lange termijns relatie hebt, dat die liefde een extra laag krijgt, dat die nog ja, op intenser wordt beleefd op een of andere manier. Net doordat jij dit allemaal succesvol hebt weten te bereiken. We gaan er ook nog tarotkaarten aan toevoegen van de elfen. En dan gaan we eens kijken wat deze kaarten er kunnen aan toevoegen of eventueel uitbreiden. De Koning van Zomer. Ah, de zegenwagen, die wordt hier gewoon bevestigd. Mooi. De Acht van Zomer. En Ego. We beginnen met de Koning van Zomer. Een romantische partner die je kunt vertrouwen. Uitstekend advies, recht vanuit het hart. Een culturele of creatieve onderneming aangaan. De koning van Zomer, die. Ik moet hier vooral die onderneming, die creatieve, die culturele of creatieve onderneming aangaan. Dat kan er hierop wijzen dat jij er hiervoor kiest om toch die samenwerking aan te gaan. Ofwel is hier al eventueel met die koning van zomer, komt die al in jouw leven en dat kan een romantische partner zijn die je kan vertrouwen. Excuseer, die hier gaat uitgroeien tot jouw geliefde hier. Dat is hier ook een mogelijkheid. Maar belangrijk is bij de koning van zomer dat je eigenlijk zowel jouw hart als jouw verstand openstelt voor de mensen rondom jou. En dan komen we toch ook weer een beetje terug op die samenwerking, hè, aan te gaan. Dus dat je een onderneming, dat je die niet alleen doet, maar dat je die samen aangaat met andere mensen. Wat dan, hè, met die zegenwagen, wat dat tot succes gaat leiden. En de tekst die hierbij staat is: succes door toewijding en zelfdiscipline, het vieren van je prestaties, het in de schijnwerpers staan. Dus ja, dat is fijn dat dat bevestigd wordt en dat je inderdaad hier die inspanning levert die bewonderd wordt. Dat inderdaad tot dat succes leidt. En ja, je staat hier letterlijk in de schijnwerpers, hè. Mensen kijken op naar jou en zij waarderen hetgeen jij doet en ze waarderen ook jouw succes. Zij hebben daar die bewondering voor. En dan hebben we hier de acht van zomer en de tekst hierbij is: het verlangen naar een meer betekenisvol leven, beseffen dat het tijd is om door te gaan, ervoor te kiezen om grote veranderingen in jouw leven door te voeren. Hier denk ik dat jij mag aanvaarden dat jij dat succes bereikt. Dat je dat kan realiseren, dat mensen jou daarvoor waarderen, waardoor jij hier in die ja, heel aangename, luxueuze eigenlijk situatie terecht komt. En daar ook voor kiest om op deze manier in het leven te staan.
En want ik heb daar straks ook gezegd van, je gaat daar op een eervolle manier mee om, omdat je weet wat jij daarvoor hebt moeten doen om in deze situatie te geraken. Dat is niet zomaar iets geweest, hè. Je hebt hier echt toegewijd moeten werken, je hebt hier moeten volhouden, je hebt er zelfdiscipline aan de dag moeten leggen. Je kunt bij manier van spreken zeggen dat zijn allemaal offers die jij gebracht hebt, om hier in deze situatie te geraken. En dan mag je daar echt wel met je twee voeten gaan instaan en echt wel op deze manier in het leven gaan staan. En dan hebben we hier nog de kaart van het ego. De illusie vast te zitten, te veel belang hecht aan materiële zaken en verstrikt geraken in angst en in zorgen. Ja, dit is een waarschuwingskaart, zou ik dat eerder willen zeggen. In die zin, je hebt hier door hard werk, door jouw inspanningen, heb je hier deze luxueuze situatie weten te bereiken. Maar deze kaart die wil jou ervoor behoeden om jou te blijven realiseren wat heb je daarvoor moeten doen. Ga in deze situatie, in eerste instantie ga je daar eervol mee om. En deze kaart waarschuwt jou, blijf daar eervol mee omgaan. Blijf dat zien, dat dat een werk van lange adem is geweest, dat dat een inspanning is geweest. En omdat hier die kaart van de liefde hier ook ligt, ga je niet alleen vasthechten aan die materiële zaken die je in deze situatie kan veroorloven. Maar zorg ook dat je tijd vrijmaakt voor de liefde, voor mensen rondom jou. Tijd voor vriendschappen maken, tijd voor je geliefde maken, tijd voor familie maken. Dus dat je niet alleen vasthangt aan dat materiële, maar ook aan het menselijke aspect. Dat daar een evenwicht in is, zodat dit ook echt een blijvende luxe situatie kan zijn voor jou, hè? En dan gaan we nog drie kaarten bijnemen uit de wijsheid van het orakel. En dat is de kaart nieuw leven, fantasie en een steuntje in de rug. Ja, het succes dat jij hier gaat hebben, dat gaat ervoor zorgen dat jij dat nieuwe leven, die nieuwe manier van leven gaat kunnen realiseren. Misschien ook met die nieuwe levenspartner, die romantische partner die in jouw leven komt. Eventueel kom je die tegen in die samenwerking van jou. Of is dat iemand die hier naar jou opkijkt, hè? Die jouw resultaten hier kan bewonderen. Die jouw harde werken hier weet te appreciëren, ook herkent. Dus dat zou daar ook uit voort kunnen vloeien. En dan hebben we de kaart van de fantasie. Je kwam uit een bepaalde situatie, je bent dan een bepaalde weg ingeslaan en je bent dan hier bij dat luxe leven terecht gekomen. Dus je hebt iets wat dat je van een oudere situatie, daar heb je voor gekozen om die achterwege te laten. Nu, om die droom te gaan realiseren, moet je daar eerst een idee van hebben. En dat heb je met je fantasie. Je hebt in jouw gedachten voor jezelf bepaald, oké, dit is de weg die ik op wil gaan. Dit is de weg die ik wil inslaan. En dat was het luxe leven. En het is maar vanuit jouw fantasie dat dat idee ontstaan is, waaruit dat jij dan vervolgens hard aan gaan werken bent om dat dan ook te gaan omzetten in realiteit. Dus het begint bij een idee
waarna dat jij gaat handelen, waardoor dat jij het omzet in realiteit. En je krijgt daarbij ook een steuntje in de rug. Dat zou kunnen zijn van die romantische liefdespartner van jou, al dan niet een nieuwe persoon in jouw leven of de bestaande partner in jouw leven. Dat die, wanneer het gaat over een bestaande partner in jouw leven, dan gaat die uiteraard jou in heel dit proces jou steunen en gaat die jouw steun en toeverlaat zijn en gaat deze persoon meewerken aan dat nieuwe leven dat voor jullie hier samen ligt. Want ja, achter elke sterke man staat een nog sterkere vrouw. En omgekeerd, achter elke sterke vrouw staat een nog sterkere man. Dus die partner is hier zeker van belang in het realiseren van dit mooie leven. En die persoon is gewoon jouw steun en jouw toeverlaat hierin. Heel mooi. En dan gaan we er een kaart bij nemen van de fluistering van de natuur. En dat is de kaart hogerop. Fantastisch, toch? Een nieuw leven hogerop. En we komen terug hier uit bij dat luxe leven. Ik vind het altijd zo mooi als de kaarten mooi bij elkaar aansluiten. Dus ja, je mag er echt wel die zegenwagen. Die gaat inderdaad hoger op brengen. Nu, weet ook met dat succes dat jij hier gaat hebben. Je gaat daar gaandeweg, ga jij nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe indrukken opdoen. Dat maakt ook dat jij nieuwe gedachten gaat hebben en nieuwe indrukken gaat hebben. Die bijdragen tot dat nieuwe leven, tot van hoe kan ik inderdaad dat hogerop hier gaan realiseren. En in goede banen gaan leiden. Dus die ideeën gaan gaandeweg jou helpen ook. Doordat jij die ervaringen opdoet, nieuwe indrukken opdoet, ga jij 1. Jouw focus zeker kunnen houden. En 2. Door die nieuwe indrukken, door die nieuwe gedachten van dat succes, blijf jij ook je focus op dat hogerop, op dat nieuwe leven houden. En dat maakt dat je dat succes ook kan verder stellen. Ik maakte in mijn hoofd even een gedachtensprong en ben ik mijn kluts kwijt. Ik kan dat soms zo hebben. Dat nieuwe begin, het succes dat daarmee... Je gaat dat succesvol doen, je gaat eerst in gedachten dat hebben. Niet alleen, want het begint vanuit een gedachte, dan ga je succeservaringen opdoen, maar gaandeweg blijf jij je focus daarop leggen, uiteraard. En met die nieuwe indrukken hou jij je focus op het hogerop geraken. En dan gaan we ook nog een kaart bijnemen van de boodschappen van de dieren. Dat is de kaart van de zeester. Sta open voor eindeloze mogelijkheden. Ik denk
Op die weg die jij bewandelt, van dat pad van succes naar hogerop, blijf openstaan voor mogelijkheden. Hou je hier niet krampachtig vast aan één gedachte. Zorg ervoor dat die fantasie, dat daar plaats voor blijft. Het kan ook zijn dat je je... initieel denkt, ik ga dat hier allemaal zelf doen. Hè, dat je hier toch denkt, ik doe het alleen. En dat je dan toch hier onverwacht dat steuntje in de rug alsnog krijgt. Wat dan van die partner kan komen. Maar je moet je daar wel voor openstellen. Ook als je hier je weg bent ingeslagen. Je had hier een bepaald idee hierover. Zorg dan dat je niet te veel details vastlegt. Hou ruimte voor andere en nieuwe details. Want door die nieuwe indrukken dat we hier opdoen tijdens onze ja, de weg naar succes. Om hogerop te geraken. Door die nieuwe indrukken, dat kan ook weer nieuwe mogelijkheden voor jou doen inzien. Dus staar je niet blind op jouw initiële idee. Hou gaandeweg jouw vizier open voor andere mogelijkheden, voor dat duwtje in de rug, voor extra details, voor nog zo dat extra gouden randje eraan, wat dat je misschien initieel niet voorzien hebt. Wat dat eventueel zou kunnen zijn als je op dit moment je partner hebt, dat je hier dan toch jouw levenspartner gaat tegenkomen. Of wat zou kunnen zijn dat hier, wanneer je dat je dat doorlopen hebt, dat jouw huidige partner, dat dat inderdaad een extra laag heeft gekregen in jullie relatie, een extra, excuseer, een verdieping, waardoor dat jullie het samen zijn op een intensere manier ervaren eigenlijk. Dus sta daar zeker voor open. Hou focus, maar toch mijn open vizier, want daar kunnen fijne, leuke verrassingen in zitten natuurlijk, hè? En dan gaan we er nog een kaart bij nemen uit de antwoorden van de engelen. De situatie zal verbeteren. Als dat geen bevestiging is. Het is geweldig. Ah, oh, God, zo blij als de kaarten mooi het verhaal vervolledigen. Ja, jouw nieuwe begin om hogerop te geraken, begin bij een idee. Je gaat daar succesvol aan werken. Andere mensen gaan jou daarvoor appreciëren, gaan jou daarvoor waarderen. En je komt inderdaad in die betere, luxueuzere situatie terecht. De situatie is al fantastisch, geweldig. Geweldig. En ik denk dan bij deze kaart, hou jouw vizier open. Denk eraan dat je niet altijd alles alleen moet doen. Je kan een steuntje in de rug krijgen. En dat zou kunnen zijn van jouw romantische partner, een nieuwe relatie of van een bestaande relatie. Hier met de fantasiekaart en die eindeloze mogelijkheden, vul de details hiervan nog niet te veel in. Zorg dat je nog plaats houdt voor dat gouden randje of misschien nog dat extra elementje waar dat jij niet aan gedacht, maar jouw geliefde misschien wel aan denkt. Waardoor dat het inderdaad de situatie gaat zich verbeteren. Geweldig, fantastisch. Zo, dit was jouw kaartlegging voor het thema van belang voor jou. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.